Hoi, leuk dat jij weer een video komt kijken bij mij vandaag. Vandaag even een korte shoplog. Ik heb eventjes wat dingen geshopt en ik moet er nog een paar bij shoppen. Allereerst, ik ga binnenkort beginnen met een Hatchimal serie en dan van Hatchimal Collectibles deel 3. Namens Spinmaster werd mij gevraagd of ik een hele mooie tafel wil knutselen met Hatchtopia erop, met alle biotopen van Hatchimal serie 3. Nou, dat leek me wel heel erg leuk. Dus toen had ik gevraagd of ik een kleine vergoeding mocht om de spulletjes te kopen die ik daarvoor nodig had. Nou, dat mag. Dus ik ben al meteen gaan winkelen en ik had even wat bij Action even wat leuke bloemetjes gekocht waarbij ik mijn Hatchimal wereld mee kan bouwen. Ik heb wat ovenklei gekocht, wat een beetje lijkt op Fimo klei, denk ik, om de Hatchtopia wereld ermee te kunnen kleien en te kunnen bouwen. En ik heb hier wat glitter glue sticks gekocht. Want het leek ze wel leuk of ik ook wat glitter in de wereld kon brengen. En dan kan ik bijvoorbeeld proberen kijken of ik daar een watervalletje of zo mee zou kunnen knutselen voor de rivier Hatchimals. Dus dat lijkt me wel heel erg gaaf. Daar ga ik dus binnenkort mee beginnen. Ik ben nu druk bezig hier op zolder helemaal op te ruimen. Om ruimte te maken voor zo'n Hatchimal tafel. Dus dan weet je dat die serie eraan komt. Willen jullie met me meeknutselen? Hartstikke leuk. Stuur me jullie foto's. Want dan krijg ik van jullie weer ideetjes van wat ik zelf ook zou kunnen knutselen. Ja, Gamer Papa is de laatste tijd best wel dol op de Grocery Gang, merk ik. Dus dat heeft hij gekocht voor op zijn kanaal. En ik heb wat sponsen gekocht, want ik dacht ik kan de groene deel daarvan eraf knippen en dan mooi gebruiken als gras voor mijn Hatchtopia wereld. Nou ja, wie weet kan ik dan zelfs het sponsgedeelte gebruiken om nog wat squishies bij te knutselen. Ik zag bij Pipo's, en dat is een knutselwinkel, die heeft ook een website. Daar zag ik een hele leuke unicorn van een soort papier-maché-achtige stof. Dus die lijkt me heel erg leuk om te kijken of ik die zo mooi mogelijk zou kunnen verven en versieren. En voor mijn Hatchimal wereld heb ik dus een stukje kaars gekocht. Want hier wil ik dan proberen een soort vogelbadje van te maken. Of een soort meertje van te maken met een waterval van hot glue. Nou, ik heb er helemaal zin in. Ik ben nu druk bezig met opruimen. Ik hoop dat ik vandaag of morgen klaar ben met helemaal opruimen. En dan ga ik gelijk beginnen met de eerste video's bij het maken van mijn Hatchimal wereld. Hebben jullie ideetjes voor me? Laat ze dan weten hieronder bij de reacties. Heb je meegeknutseld en wil je dat aan me laten zien? Want wie weet kan ik dat ook gaan maken. Stuur me dan jouw foto via de mail. Ik zal hieronder bij de beschrijving van deze video mijn e-mailadres plaatsen. Voor als jij mij dus een foto zou willen sturen. Verder zag ik bij Intertoys nog een hele leuke donut naaiwerkje. En die leek me heel erg gaaf. Dus hiermee ben ik al aan de slag gegaan. Lekker goedkoop zoals je kan zien. Hij was in de aanbieding voor €3,88. Nou, dat vond ik wel heel erg leuk voor een heel leuk donutwerkje. Vind je deze dingen leuk? Heb je daar zin in om te kijken? Vergeet niet te abonneren, want dan krijg je dus misschien als je op het belletje drukt ook nog eens een melding van de video's die online staan. Abonneren is gratis. Hieronder zie je het kanaal van mijn man Gamer Papa. Daar zul je dus de Grocery Gang zien. En ik plaats hier een link naar allerlei andere leuke video's. Doepa doe!